Deze biljart en bij het Libre-spel hebben we nodig. Deze biljartkeu krijg je om de pomerans niet al te glad te maken, dat we goed contact met de bal houden. Daarnaast hebben we drie ballen nodig, een rode met twee witte, waarvan één met een merkteken erop, zodat je weet welke bal, welke speelbal voor jou is. Bij het Libre-spel is de bedoeling dat je de ballen zo probeert te verzamelen in een hoek, waardoor je meerdere karrebals kunt maken, dit noemen we de serie. Ik ben Jan Stapelbroek, ik woon in Vorden, ik ben afgelopen zomer Nederlands kampioen geworden, tweede klasse Libre. Ik ben Floor van der Kuil, ik ben 12 jaar, kom uit Hummelo. Het mooiste van deze sport vind ik eigenlijk dat het gewoon een teamsport is samen met je pony. Rubels is eigenlijk mijn grootste maatje en samen met hem heb ik gewoon een hele grote band. Ik rijd 6 keer in de week en daarvan heb ik 1 keer les van Rosalinde Hek. En mijn moeder helpt mij thuis met trainen. Ik heb zilver gewonnen in het Z1 en dat is het ene hoogste klasse. Ik ben Shirley Scholten, ik woon in Hengelo Gelderland en ik doe aan paardrijden en dan de discipline eventing. Aan de eventing vind ik het mooi dat het uit 3 onderdelen bestaat. De dressuurproef, het springparcours en de cross. En in de cross krijg ik altijd echt een kick. Dit jaar ben ik Nederlands kampioen geworden in de zwaarste klasse van de eventing. Ik ben een zijspan motocross gaan doen omdat het een mooie en uitdagende tak van motorsport is. Ja, het is de kick. Het is adrenaline en het is gewoon een teamsport en dan samen het beste eruit halen. Zijspan cross vergt een hele hoop training, want het is een conditioneel zeer zware sport. En je hebt een hoop kracht nodig om een half uur lang in 2 ronden niet uit de bak te vallen. Toen ik 3,5 was ik begonnen met zijspan cross, dankzij mijn buurman Bart Notte. En dat is toen uitgegroeid naar wereldkampioenschappen. Op mijn 18-jarige leeftijd ben ik ook de jongste deelnemer. Ik ben dit jaar Europees kampioen zijspan cross voor landenteams geworden. Samen met 2 andere teams mochten we Nederland vertegenwoordigen. En we hebben het Europese titel binnengehaald. Ja, 2 jaar geleden was het EK in Nederland en hebben we gewonnen. Dus we hadden natuurlijk wel een titel te verdedigen en dat wouden we waarmaken in Belfast. We werden uitgenodigd voor het nationaal team in Belfast en dat was voor ons een hele eer. In de pool was het al moeilijk om bij de eerste 3 te komen. Dat hebben we net gehaald en toen we in de halve finale tegen Zweden moesten, hebben we 3 beurten moeten trekken. Dat was een zware beurt. Maar toen zaten we wel in de finale. Ja, we moesten in de finale tegen de Zwitsers en die waren het hele toernooi al oppermachtig. Toch hebben we zeer goed partij geboren. En ik denk dat we zeer tevreden mogen zijn met een 2e plek. Ja, we hebben in Beltrum meegedaan met de NK. En gelijk de eerste dag de 6:40 begonnen. En dat, we waren eigenlijk maar een buitenbeentje. Eigenlijk was de verwachting niet zo hoog. En we kroppen het toernooi zo door en boven verwachting hebben we daar een 3e plek in de wacht gesleept. Na de 3e plek van de 6:40 waren we natuurlijk allemaal wel heel erg blij. En middags morgens de jongens aankeken en de een naar de ander die keek me aan en die zeiden allemaal van wat moet vandaag gebeuren. Ja, en wat moet er dan gebeuren? Er moet kampioen geworden worden. En, nou, we zijn eraan begonnen. En terwijl de rest van de deelnemers veel dacht van, oh, Vorden, ja, nou, je hebt gisteren wel goed gepresteerd, maar we moeten eerst nog zien.
En wat hebben we gedaan met elkaar? We zijn kampioen geworden. Dat is gewoon hartstikke mooi. Mijn naam is Tony Tering. Ik kom uit Halle en ik doe een oval racing. De snelheden die wij ongeveer rijden is ongeveer 150 km per uur. En we rijden op een asfaltbaan met een betonnen muur eromheen. En dan gaan we ons een beetje 15 rondjes van de baan van 800 meter. Van jaar viel eigenlijk de vleugel een beetje in elkaar. We hebben de laatste paar jaar erg veel pech gehad. Een nieuwe auto gebouwd met heel veel eigenlijk problemen. De superklasse was eigenlijk ons doel en dat is van jaar gelukt. Ik ben Wim van Hilst, ik kom uit Steenderen en ik doe al een duathlon en triathlonsport. Het mooiste is de uitdaging dat je na 10 kilometer hardlopen nog 60 kilometer gaat fietsen en vervolgens na 60 kilometer weer de 10 kilometer net zo hard probeert te lopen als de eerste 10 kilometer. Op mijn verjaardag behaalde ik een derde plaats tijdens het Nederlandse kampioenschappen duathlon heren 50 plus. Ik ben Marianne van Hilst, ik kom uit Steenderen en ik doe aan triathlon en duathlon. Het mooiste aan de sport vind ik dat je alle drie de onderdelen traint. Dus een beetje krachttraining en gewoon lekker het buiten zijn in alle weersomstandigheden traint. Het allerleukste van de sport is dat we het samen kunnen doen. In 2015 ben ik eerste geworden op het NK duathlon lange afstand en ik ben tweede geworden op het NK triathlon hele afstand. Triathlon is een sport dat bestaat uit zwemmen, fietsen en hardlopen. Ik ben begonnen op de kwart. Vervolgens heb ik een halve triathlon gedaan en ben ik aangestoken om de hele te gaan doen. Dat is 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en aansluitend de marathon lopen. Het trainen in de gemeente Bronckhorst is echt fantastisch. Hardlopen, fietsen, het kan er allemaal. En het zwembad, het Elderink, is ook fantastisch. Ik ben hartstikke blij dat die open is gebleven afgelopen jaar. Dit jaar mocht ik meedoen met de profs, triatleten in Almere, Nederlands kampioenschap en dan ben ik derde geworden. Mijn naam is Peter Bergsma, ik kom uit Hummelo. Afgelopen jaar in het enduroseizoen tweede geworden met het clubteam van de VAMC Vorden. De onderlinge strijd tussen de VAMC 1 en 2 duurde tot op de laatste dag. Door het uitvallen van Ismo de Velde zijn we helaas toch nog tweede geworden. Het VAMC team 2 bestond uit Erwin Plekkenpol, Ismo de Velde, Alex van den Broek en ikzelf. Enduro klasse EV 40. Enduro is een individuele sport. Je bent afhankelijk van de natuur en de dingen die je meemaakt. En de helpers die zijn wel belangrijk, maar als het er op aankomt ben je wel op jezelf aangewezen. En het mooie van het hele verhaal is dat je de hele dag bezig bent met je favoriete sport. Ja, ik ging als titelverdediger van start in 2015. En de concurrentie werd een stuk groter. Iedereen die 40 wordt, die komt erbij. En die zijn fitter als jongens van 48, zoals ik zelf. Het ging op en neer, alleen door één uitval ben ik nog derde geworden. En daar ben ik achteraf toch tevreden over. Met enduro in het teamsverband komt eigenlijk steeds meer concurrentie van teams uit heel Nederland. Het mooie daarvan is dat de laatste jaren toch steeds nog de VMC de eerste plaats weet te behalen. En dit jaar dan een strijd tussen VMC 1 en VMC 2 is eigenlijk wel heel bijzonder. Team enduro is toch een individuele prestatie. Alleen het team die draait gewoon ook op de hulp van de controleposten. Van VMC Vorden heb je dan Johannes van Kempen en Jurgen van Dot. En de gebroeders Groot-Nulland, die toch altijd elke week zorgen dat wij die overwinning kunnen behalen. Op 11-jarige leeftijd heeft mijn oom me zo gek gemaakt en een motorfiets gekocht. Toen zijn we met clubwedstrijdjes begonnen met motocross. In de voetbalfamilie Plekkenpol was het natuurlijk van huis uit van we houden het gewoon bij clubcrossjes.
Alleen clubcrossjes werden regionale wedstrijden en regionaal werd landelijk en landelijk werd internationaal. Uiteindelijk een redelijk internationale carrière gehad van een flink aantal jaren. In mijn lange loopbaan heb ik diverse internationale zesdaagse gereden, waar ik meerdere malen gouden medaille heb gehaald. Ook in overzeese evenementen in Brazilië, Chili, etc. Waar we met ons team in Chili vierde zijn geworden. Daarnaast ben ik over het hele WK-seizoen gezien in 2008-2009 geworden, waar ik eigenlijk wel zeer trots op ben. Dit jaar had ik een goede strijd met Bas Klaaneveld. In het begin van het seizoen was hij beter en eind van het seizoen hadden we toch veel strijd met elkaar. Met de kampioensrit kreeg hij de laatste dag zelfs nog problemen, waardoor ik eigenlijk op HNA nog de Nederlandse titel miste. Ik heb nu met 4 Nederlandse titels mijn carrière afgesloten. Ja, 5 was ook mooi geweest.